Ruben Timmer zit aan tafel. En tegenover mij zit Maria van Nieuwkerken. En Ruben, jij bent secretaris van Koor Netwerk Nederland. Dat klopt, ja. Gisteravond is er al iemand van jullie geweest. Ja, onze voorzitter Daphne Wassink, die heeft hier een grote klapper op de teller gezet van 133.000 en een beetje. Nou, en daar komen we nog een klein beetje toevoegen vandaag. Jullie komen wat toevoegen, want die waren van gisteren waren alle koorleden in Nederland. Ja, via in onze organisatie zitten dus een hele hoop vooral amateurkoorzangers. Ja. En die zijn gisteren hier op de teller gezet. Ja. En vandaag zijn we hier met een initiatief van een aantal professionele koren in Nederland. Ja. Dus het Nederlands Kamerkoor, Capelle Amsterdam, maar ook Padam, waar hier nu een ensemble van staat. Padam. Groot Omroepkoor, Studium Chorale. Ik vergeet hoeveel handtekeningen ga je erbij voegen? 528 in totaal. Oh. Ik moet nog even het Laurens Collegium Rotterdam doen. Ik moet mijn mening over koren helemaal herzien. Want eerst dacht ik, dat zijn de coronaverspreiders. Maar het zijn ook de handtekeningenzetters. Ja, vooral ook om te laten zien dat het waarschijnlijk daar helemaal niet aan ligt. Nee, dat denk ik namelijk ook. Maar goed, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Nee, oké. Okay. Maria, er is natuurlijk maar... Jullie staan hier met een heel klein koor. Klopt. Zit jij zelf in een koor? Ik ben over het algemeen de dirigent van de koren. De dirigent, natuurlijk, ja. Ja, ja. Wel, af en toe mag ik zelf ook nog wel eens meezingen, gelukkig. Ja. En wat kan je met 4 koorleden doen eigenlijk hier? Nou ja, heel veel. Maar we hebben gekozen voor een speciaal stuk van John Cage. John Cage. Voor 33. En ja, het belangrijkste is, daarin is eigenlijk de stilte. En ik denk dat we ons allemaal ook zo voelen. Dat onze monden worden letterlijk gesnoerd. Ja. Ketens, culturele ketens vallen uit elkaar. Ja. En Cage zei zelf ook echt, de stilte bestaat eigenlijk niet. Dus ook in die stilte kun je nog heel veel meemaken. Dat is dan het positieve eraan. Zoals wij nu allemaal meemaken. Ja. Begint het weer een beetje op gang te komen, het koorleven? Nou ja, je gaf het net zelf al een beetje met een grap aan. Zingen en koorzang staat in een kwaad daglicht. Kwaad daglicht. En dat is denk ik best heel onterecht. Dus daar moeten we met z'n allen hard voor strijden dat dat snel weer de andere kant op gaat. Want zingen is ontzettend gezond en nuttig en belangrijk dat we dat blijven doen. Ja, er is hier woensdag een heel mooi pleidooi gehouden door 1600 koordirigenten. Die waren ook hier op dit podium. En die hebben eigenlijk, als je wil weten wat het punt is, dan zou ik dat terugkijken. Want die kunnen dat heel mooi verwoorden. Maria, jij gaat dirigeren. Jij gaat tekenen, Ruben. Ja. En jullie gaan doen het nummer van John Cage, 433, 4 minuut 33. Ja, en iedereen mag meedoen thuis. Oké. Ja, er zijn veel koren die meedoen. Ga je gang, dankjewel.